Ja, vrienden, het was weer raak. Het was weer raak met de NPO. Ja, de afdeling Kijk Mij Eens Deugen. Ja, die stak weer heel venijnig een kopje op. Ja, ja, politiek correct, die liet weer van zich horen op een verschrikkelijke manier. En dat gaat natuurlijk allemaal onder het kopje woke. En heb je gekeken? Heb je het gezien? Bij Khalid, bijgenaamd Khalid van Sofie. Die Khalid van Sofie. Die had dus als gast, had die man uit Den Haag, die politicus, die Richard de Mos. Nou, daar is al jarenlang een heleboel gedoe over die de Mos. Heeft die mensen omgekocht? Was hij lid van een criminele organisatie? Noem het allemaal maar op. Nou, allemaal dat soort dingen. Nou, en die rechtszaak die loopt dus nu. En dan komt die Galite van Sofie. En die gaan daar dus dan, kijk mij eens deugen doen. Want die hebben dus mensen gehad hiervoor, hè. Van die rebellion, hè. Van die lui die ze vliegtuigen tegenhouden en op een snelweg gaan zitten. Van die klimaatmaloten, weet je wel. En die lui, nou, die worden gewoon helemaal naar het bekje gepraat. Die krijgen het lopertje uitgerold. En die krijgen niks. Geen kritiek en ga je gang maar. Maar nu komt er dus zo'n man uit Den Haag. Hè? Weet ik veel of hij een fout heeft gemaakt. Het zal best. Ja, iedereen doet dat. En misschien heeft hij ook wel hier en daar een beetje gesjoemeld. Het zou allemaal kunnen, weet ik veel. Maar goed, die man die komt daar dan. En die krijgt me daar, vrienden, een kruisverhoor. Nou, dat doen ze gewoon bij de rechtbank nog niet eens. En maar hakken op die man, op die Richard de Mos. En steeds onderbreken, ook de Galiet van Sofie. Steeds ertussen komen. Ja, maar dit, maar dat. En je hebt zus, en je hebt zo. En die man, die kan niet eens de kans echt om zijn verhaal te vertellen. En ook vervelende opmerkingen maken tegen zo'n man. Want dat zegt die de Mos, nou, ik reken gewoon op vrijspraak. Oh, zegt de Galiet van Sofie. Oh, aan zelfvertrouwen geen gebrek. Ik bedoel, wat zijn dat voor opmerkingen tegen ik bedoel, gedraag je gewoon. Vraag gewoon keurig aan die man hoe het zit en wat er aan de hand is. En laat die man uitpraten. Nee, nee, nee. Dat doen we niet bij de afdeling Deugen en Politiek Correct. Het is toch weer, vrienden. Het is, ja, ik kan het niet helpen. Ik moet hier weer melding van maken. Want ik kan dit hele woke gebeuren niet verdragen.